Ken je die tekenfilms? Waarbij iemand van een klif afrent en er niets met hem gebeurt totdat hij naar beneden kijkt. Hij blijft even hangen, midden in de lucht. Zonder precies te weten waar hij is of wat er gaat gebeuren. Hij blijft even hangen. Tot hij naar beneden kijkt. Als alles goed gaat, kijk je niet naar beneden. Je denkt er niet eens aan. Maar als kleine dingen fout beginnen te gaan en je even niet meer weet wat je moet doen, wordt het ineens een stuk moeilijker. Bijna onmogelijk om niet naar beneden te kijken. Ja, natuurlijk. Maar laten we dan wel in ieder geval... Oh, oké, voor vanavond al. Hoeveel bladzijden? 30, voor en achter. Ja, dat kan wel eens een probleem gaan worden. Ik kijk wel hoe ver ik kom. En dan bel ik je wel vanavond rond een uur of 8. Doen we dat? Ja, oké. Hoi. Witte. Alsjeblieft. Goedemiddag. Hij heeft 4 frikandellen, 6 kaas, soufflés, een berenhap en een nasje schijf. Jij redt het wel vandaag, zo erbij? Ga jij nou maar. Hoi. Ja. Julia, zet die muziek zachter. Dank je. Kom zo beneden. Eten is bijna klaar. Gefeliciteerd nog. Voice recorder. Als je inspiratie hebt. Inspiratie? Ze willen er nog niet echt bij, toch wel? Een mond. Zie niet aan je vis te pielen, maar eet hem op. We hebben besloten er een weekendje tussenuit te gaan. Fijn. Zandvoort. Lekker lopen aan het strand, lekker uitwaaien. Leuk. Ik heb vanmiddag gezien dat er een nieuwe winkel komt, naast de slager. Wat voor? Kleding, geloof ik. Het scheelt alweer een half uur rijden voor elke nieuwe onderbroek die gekocht moet worden. Waarom? Heb jij geen honger? Nee. Als we ouder worden, beginnen we ons vaak af te zetten tegen onze ouders. Volgens mij is dat niet omdat we het allemaal beter denken te weten dan zij. Niet omdat we het niet eens zijn met hoe zij dingen gedaan hebben. We zetten ons af omdat we erachter komen dat onze ouders net zo weinig van deze wereld snappen als wij. Tot snel, lieve Tanja. We steunen hem niet meer. Moeilijk, hè? Volwassen worden. Wanneer ben je volwassen? Als je dromen hebt moeten loslaten, waarvan je zelf niet eens wist dat je ze had. Wat rusten. Rusten. Wat doe jij er? Dat weet je best. Is het gelukt? Mag ik het zien? Hey Julia. Lekker geslapen. Heerlijk. En wat ga jij nu doen? Wiskunde? Nou, ik heb eerst natuurkunde, scheikunde, dus dat lijkt me sterk. Oh ja. Dus wat ga je nou eerst doen? Joh, laat me er even bij. Wis of natuurkunde? Mam, het is zaterdag. Ik kan even weekend houden. Is dat nou wel slim? Als je nou eerst even gaat studeren. Ja. Dan kun je daarna... Dag, mam. Hoe gaat het met het boek van je? Hoe heet het eerste hoofdstuk? All work and no play. Niet zoveel inspiratie. Inspiratie? Kom op, man. Doe iets. Ga reizen. Doe ervaring op. Weer mijn auto lenen. Je weet dat ik niet van autorijden hou. Ja, daar gaat het niet om. En hoe was het vandaag? Ging wel. Ik ga hem pakken. Sinds wanneer eet jij koekjes? De meeste mensen veranderen langzaam. Ze hebben het zelf niet eens door. Ze merken het pas als ze een oude foto zien of een verhaal horen van vroeger. Maar bij sommige mensen gebeurt er iets waardoor ze in één klap doorhebben dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn. Ze worden verliefd of krijgen die baan waar ze altijd al van gedroomd hadden. Er gebeurt je. Of er gebeurt iets waardoor ze in één klap de grond niet meer onder hun voeten voelen. En ze opeens beseffen dat ze midden in de lucht hangen. Hoe ging je toets vandaag? Ging wel. Een voldoende? Denk het. Oh, dat is mooi. Als je nog ansichtkaarten wil versturen, dan moet je niet vergeten adressen mee te nemen. Wil je dat? Naar Tanja. Waarom? Jij houdt toch ook nog contact met... Julia! Ze is dood. Hoe laat gaan we morgen weg? 12 uur. Kunnen we dan eerst nog langs Tanja? Tuurlijk. Het moeilijkste dat er is, is afscheid leren nemen. Hoe laat je iemand los? Hoe weet je dat het goed is zo? Dat alles verandert? En waarom zou dit je goed moeten laten voelen over het leven? In plaats van je hart te breken. Mensen zeggen wel eens, om je te troosten, dat er ergere dingen zijn op de wereld dan dat wat jij op dat moment meemaakt. Maar het is oneerlijk om te moeten horen dat er ergere dingen op de wereld zijn. Verdriet maakt geen onderscheid tussen een hart dat niet meer voor jou klopt, nooit voor jou geklopt heeft, of dat stopte met kloppen. Al vergaat de hele wereld om je heen, er is voor jou nu niets ergers dan de pijn die je nu voelt. Waarom snappen ze niet dat ze geen oplossing hoeven te bieden? Niet de pijn hoeven weg te nemen door iets te zeggen? Dat verwacht je niet, anders zou je net zo oneerlijk zijn als zij. Je wilt alleen maar dat ze luisteren. Het is ook niet te begrijpen. Ineens heb je door dat je midden in de lucht hangt. Dat je geen grond meer onder je voeten voelt. Dat de rand van de klif een paar meter geleden al is geëindigd. Omdat je eigenlijk geen idee hebt hoe je daar gekomen bent. Wat de laatste paar meter is gebeurd. Hoe ga je dan verder? Hoe kun je zorgen dat je niet valt? Leren vliegen. Hoofdstuk 1. Ken je die tekenfilms waarbij iemand van een klif afrent en dat er dan niets met hem gebeurt, totdat ze naar beneden kijken? Ze blijven even hangen midden in de lucht, zonder precies te weten waar ze zijn of wat er gaat gebeuren. Volgens mij hangen we allemaal in de lucht. Het geheim is niet alleen dat je niet naar beneden mag kijken. Het geheim is dat je je nooit mag realiseren dat je midden in de lucht hangt. En geen idee hebt hoe je moet vliegen. Floating you recall. You used to wonder, would you fly or fall? Someday you'll know. You'll feel the street hit or the wind blow. Well, don't look down, there's nothing there but cold ground. Just wait it out, and something good will come around. It seems so long ago you left the ledge and stopped. Stop the clock's hands, the hourglass will pass the sand. Well, don't look down, there's nothing there but cold ground. Just wait it out, something good